Kijk, hier in Nederland. En we zijn heel proper, maar echt heel proper. Maar ook heel zuinig. En als je heel proper en heel zuinig bij elkaar stopt, dan krijg je een duizend dingen doekje. Ja, ik vind het duizend dingen doekje niet zo hygiënisch. En denk van, waarom ben ik altijd bij mensen thuis en hun duizend dingen doekje pas weggooien, ze er ook echt duizend dingen mee hebben schoongemaakt. Hey, ik wil geen deurknop aanraken die schoongemaakt met een duizend dingen doekje. Hey, ik sta op straat en ik heb trek, maar echt trek. Hey, ik heb een patatje in mijn handen. En schuin voor me staat een man en heeft allemaal rozen op zijn schouders. Hey, daar kan ik me overheen zetten, ik kan me er overheen zetten. Maar de wind komt uit zijn richting. Het is de titel Fijn van de Mens van mijn theatershow. En het gaat meer, het is niet alleen persoonlijk, maar meer gewoon over het algemeen. Over fijne, warme mensen. En wat mensen allemaal doen om zichzelf te rechtvaardigen in hun hoofd. En het smetvrees wat inderdaad in mijn show zit, dat is wel redelijk autobiografisch. Ja. Maar ik heb het verwerkt. Is het sowieso, waarom zou ik mensen een hand geven? Waarom? En nu zit ik al in die hoek. Hey, als ik een brother tegenkom. En dan zijn het al van dit soort handen van... Power. En dan wel raar vinden dat we altijd te laat komen. Jij wordt er altijd mee geconfronteerd. Constant maar weer. Dus ook iedere dag. Twee weken terug kwam ik weer een vriend tegen dat ik denk 10 jaar niet gezien. En dan zie je in één keer van, ja, hij is oud geworden. En hij zal het waarschijnlijk ook van mij denken. Maar mijn moeder, nee, die zie ik gewoon iedere dag. Of bijna, of niet iedere dag, maar wel heel veel natuurlijk. En bij haar zie ik het niet zo. Bij haar moet ik echt concentreren op de gezicht. En in één keer zie ik van, oh ja, ze is ook een oude vrouw geworden gewoon. Zo, voor mij blijft ze gewoon mijn moeder. Maar goed, een heel klein voorbeeldje van hoe je iedere dag op de een of andere manier toch ermee bezig bent, ja. En is dat dan ook angst voor vergankelijkheid? Ik weet niet. Ja, soms is het wel angst. Ja, ik zit tegen de overgang aan, hè. Dus dan ga je erover na zitten denken, ja. Nou, het is niet echt angst. Nee. Ja, ik ga zelf oud worden. Dat is een beetje de pest. En zoals vanavond ook. Ja, nou, er zitten altijd de oudjes in de zaal, natuurlijk. Mensen zitten overal tegenwoordig. Ja, ze willen niks missen, helemaal niks. Ik bedoel, ook steeds meer. En soms kom ik ze wel eens tegen, gewoon buiten. We hebben op de parkeerplaats in de foyer. En ze kunnen me aankijken. Zonder iets te zeggen, maar met zo'n blik van... Maak maar grapjes, jongen. Haha. Jouw tijd komt nog wel. Ja, ik mag dat wel, ik heb daar wel respect voor. Voor die oudjes. Niet te oud, hè? En soms zie ik ook wel eens op televisie, dan is er weer eentje 100 jaar geworden. En die wordt dan op een kar neergezet. En dan gaat die kar een beetje op en neer rijden door de straat. En dan staat iedereen een beetje aan de kant om een beetje te klappen. Ik denk van, waarom? Is dat een prestatie of zo, dat je 100 jaar wordt? Hey, ik heb altijd geleerd, als je heel je leven heel hard hebt gewerkt. En dan word je een jaar of 70. En dan is je lijf op. En dan ga je dood. En dan moet je een beetje klappen voor iemand die gewoon 100 jaar lang geen ene reet hebt lopen uitvoeren. Ik wil heel erg graag vertellen vanuit mijn belevingwereld. En ik heb het gevoel als ik ben niet dat ik politiek helemaal niks, dat ik me er helemaal niet mee bezig hou. Maar niet heel erg. Het is niet zo dat ik daar ook nog over wil gaan vertellen s'avonds. Ik vind het leuker juist om die kleine herkenbare dingen op te blazen of van de andere kant te bekijken. Ja, dat vind ik leuk. En ik zie naar die film te kijken, naar die Harry Potter, en denk van ja, is dat nou de held? Je jochie, weet je, brilletje op. Hij weet alles beter, dan weet een bed beter is het. En dan met zijn stokje zo. Ja. Nou, ik zie hem niet echt. Jong vroeger op school werden dat soort jongetjes altijd gepest. Ja, flink ook, laat ik dat zeg. Ik zit er naar te kijken en ze moeten die Harry Potter gewoon voor de grap gewoon eens één middagje gewoon op een zwarte school zetten in de Bijlmer. Gewoon één dag. Kijk of je dan nog naar zijn zin hebt met zijn toverstokje. Dus ik heb twee van die Marokkaantjes zo van, Najib, Najib, kijk daar. Kijk Harry Potter daar, kijk hem. Hé hey, Harry, kom eens. Harry, kom eens, kom eens.
Kom eens, Harry. Heb er nou eens mijn stokje, scheur u weg. Scheur u weg. Hier, pop, dan heb je twee stokjes. Wat nu? Stuk. Simsalabim. Nee, nog steeds stuk. Iedere dag denk ik wel aan Suriname op de een of andere manier. Toevallig gisteren is mijn zus weer vertrokken voor een tijd. Ik ga daar weer projecten doen met kinderen en zo. Maar ik zou niet. Ik ben blij dat ik gewoon hier ben opgegroeid en dat ik hier mijn dingen doe. Het is niet zo dat ik heel graag zou willen wonen in Suriname. Want je bent vrij recent ben je geweest daar? Ja, een paar jaar terug. Maar bijvoorbeeld mijn jongere zusje die wilde echt gaan wonen. En mijn broer die heeft ook het constant in zijn achterhoofd dat hij nog ooit een keer terug wil. Die is daar geboren en getogen. Ja, ik heb dat niet. Nee. Hoe was die reis? Was je daarvoor alles geweest als de eerste keer? Ja, het was de eerste keer. Maar ik kende de Caribbean heel goed. Ik heb op de Antillen gewoond vroeger. En ik dacht ook van als ik naar Suriname kom, het zal wel heel emotioneel zijn. Dat ik toch dat iets voel van dat het iets bijzonders is. Dan is dat het vliegtuig in. Dat is een zak. Nou, heel benieuwd wat er met me gaat gebeuren. Maar het was gewoon alsof ik gewoon helemaal niks. Het was echt zo, maar niet niks denigrerend, maar eigenlijk heel prettig. Van ja, ik voelde wel een soort van thuis. Ik voelde me meteen op mijn gemak, echt meteen. Ik moest zo lopen een stukje weten van de vliegtuig zo naar de aankomsthal. En ik was van, nou, ik ben er, leuk. Weet je, van, Heb je daar ook opgetreden of niet? Ja, een paar keer opgetreden met Jurgen Rijman. Ja. Tenminste, hij was een soort MC. En met jongens van de Freshwagon, Hout Comproe en Mut Mossel. Okay. En hoe reageerden ze anders op jouw humor? Niet eens zozeer anders op mijn humor, maar wel gewoon anders op mij. Natuurlijk, je bent toch Nederlander. We waren allemaal Nederlanders, hoe donker we sommigen van ons ook waren. Je blijft gewoon Nederlander als je van de Suriname komt. Dus daar hebben we wel een beetje zo naar gekeken van, even kijken wat die Nederlanders komen doen. Maar het was helemaal te gek. De optredens waren leuk. We hebben daar ook workshops gegeven. Dat was ook helemaal goed. Want ja, voor de jongeren daar is gewoon weinig te doen. Dus we hebben echt microfoons voor ze geregeld, zodat ze konden hiphoppen en rappen en konden gaan stand-uppen. Ja. Kom aanlopen, Jungle Tour. Maar ik zie zo'n oude mevrouw zie ik staan, maar een Amerikaanse. Maar helemaal compleet met een pakje aan. En ik hoorde zoiets zeggen van, first of all we're gonna do this. And after that we're gonna do that. En ik doe dus achter de rug. Doe ik, of weet je wel wie het is? En dan heb ik hier dit. En ze draait zich om. En ik denk, dit is lullig. Dit vind ik echt lullig. Hey, want ik kan nou zoiets doen van, Hi, my name is Eric Van Zouwens en I'm on the list of the tour. En dan zal ze ook denken van, wat een lul is dat? En dan dacht ik ook nog van, ik ben van haar afhankelijk. En ik ga op een bootje de jungle in, wie weet waar we naartoe gaan. En ik dacht allemaal in een tiende van een seconde. Dacht ik van, ja, daar zitten we op dat bootje, midden in het middle of nowhere. En dan stoppen we ergens. En dan moeten we aan de kant gaan iets bekijken. En dan zegt ze tegen mij, hey, look there. En dan look ik there. En dan geeft ze dat bootje geheim tekentje. Dan springt ze er zelf ook nog even op. En dan staat van, hey, ik moet ook nog mee. Allemaal in een tiende van een seconde. Maar toen dacht ik over, wacht even. En het zijn allemaal mensen, ik ken ze niet. En ik zie ze waarschijnlijk nooit meer, kan mij schijnen. Dus ik zeg, mijn naam is Eric Van Zouwens, I'm on the list. Heb ik de hele middag heb ik zo rondgelopen. Of ik een rolmodel ben, dat weet ik niet. Maar ik merk wel soms gewoon op straat, ze kunnen zo trots zijn. Dat is wel heel te gek. Ze kunnen echt naar je toe komen en dan, maar dat vind ik gewoon te gek wat ik doe. En of ik echt een rolmodel ben, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Nee. ...180 beats per minuut. En dan zijn er nog mensen die het voor elkaar krijgen om uit de maat te dansen. Het is niet zo, net zoals bij Jurgen Rijman of bij Yeti. Die echt een eigen Surinaamse publiek hebben. Maar in de grote steden komen ze wel. Maar voor mij zei Jurgen Rijman, die zei het heel goed. Zei van, als je in de zaal zit met 100 mensen en er zit één Surinamer, dan zit je al boven het gemiddelde van de Surinamers die hier in Nederland wonen.
Het is een beetje berekend. Dus daar zit ik wel ruimschoots boven, gelukkig. Ja. En de laatste trend die ik nog een beetje actief heb meegedaan, dat was dat hele bondage gedoe. En dan moest je altijd lopen vastbinden, weet je dat nog? Op een gegeven moment was ik de hele dag alleen maar bezig met gaatjes in de muur te boren, haakjes erin te draaien. Ik was gewoon vaker bij de gamma dat ik aan het neuken was. Ik ben met dat Timmermans erin van. En dan kwam ik ook bij de gamma en dacht ik ook dat ze me door hadden. Van, hey, daar heb je hem weer mee met zijn haakjes en zijn kippetjes. En dan schaam ik me altijd. En dan denk ik altijd, ja, een paar van die zakken cement erbij, een paar van die betonblokken. Een heel Sinterpark huis te bouwen. Ik ga ook nooit naar televisieprogramma's toe om. Word je uitgenodigd omdat je dan een Surinaamse cabaretier bent. Nou, dat ben ik gewoon niet. Ik ben gewoon een Nederlandse cabaretier, maar gewoon een cabaretier. En dat vind ik dan raar. Ik denk van ja, als je voetballers kluiver en zo, ga je ook gewoon met hem praten omdat hij voetbalt. En niet omdat hij van Surinaamse afkomst is. Nee, dat doen ze dat ook niet mee. Nee. Ze veel minder nee, maar het liefst zouden ze dat ook doen. Hè? Dat is toch leuk? Lekker allemaal lekker overzichtelijk. Alle kleurtjes bij elkaar, alle beroepen bij elkaar. Ik weet niet voor verrassingen te komen te staan. Je moet eens weten wat ik allemaal geflikt heb in mijn leven. En je moet eens weten wat ik allemaal nog ga flikken. En heb ik een keer iemand gekwetst, nou en? En dat duurt een jaar, dan heeft diegene dat weer verwerkt, klaar. We zijn zo flexibel, zo sterk. Nou, laat het een keertje 5 jaar duren, nou ja. Dan heb je wat te doen, hè? En ik gebruik al 7 jaar lang gebruik ik spaarlampen, dat is heel goed voor het milieu, maar echt heel goed. Nou, dat compenseert elkaar weer, hoppa. En uiteindelijk ben ik een goed mens, tuurlijk.